Vandaag heb ik een date met een Taiwanese dame. Maar voordat ik op date ga, ga ik eerst nog even in bad. Ze woont in Yaoxi en daar ga ik ook naartoe. Dat is een ander dorp, een kilometertje of 10 van mij vandaan. Yaoxi is ongeveer net zo groot, maar het is bekend van de hot springs. En daarom een heel toeristisch dorp. Het blijft nog even spannend om zo met de trein te gaan. Want ja, ik weet natuurlijk nooit of ik wel of niet in de goede trein stap en zo. Om die Chinese tekens, dan moet ik toch extra mijn best doen om niet de verkeerde kant op te reizen. Dus het is ook wel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat andere dorp is. Yaoxi, geloof ik. Yaoxi. Volgens mij is dat nog meer in de natuur. Dat is wat het meisje in ieder geval zei. Die dame. Nog meer in de natuur. Dus dat is wel leuk. Het is hier, ja, het is een beetje zo zwollen of zo. Zou je kunnen zeggen. Maar dit wordt wel echt gezien als heel natuurlijk hier. Het is wel heel natuurrijk. Een beetje natuurliefhebbers wonen hier dan in deze omgeving. Dus er is echt enorm woeste natuur hier. In Taiwan, maar dat is, ja, dat zijn zulke woeste bergen, daar kan je nauwelijks leven. Er zijn wel hele kleine dorpjes. Oh kijk, dat gebeurt hier dus ook, hè? Dus een zebrapad, dat stelt niet zoveel voor. Want hij reed me bijna van mijn slippers. Maar goed, dat is eigenlijk bijna elk land, merk ik, buiten Nederland. Ja, in ieder geval buiten Europa. Bijvoorbeeld in Italië, het is wel Europa, maar daar was het ook zo. Met zo'n zebrapaden, maar daar gingen mensen echt niet stoppen. Hier al helemaal niet. Goed, nou, nu maar even zien de trein te halen. Ik ga haar niet filmen, tenzij ze dat zelf heel graag wil. Maar het lijkt me sowieso best wel awkward om zo'n date dan samen te gaan filmen en zo. We zouden eerst een wandeling gaan maken in de bergen. En het leek in het begin van de dag ook wel heel zonnig te zijn. Maar het is nu flink aan het regenen geslagen. Dus waarschijnlijk wordt het toch iets indoor. Ze had het over hotpot. Hotpot eten, dat is echt iets Taiwanese. En ik heb het volgens mij wel eens gedaan, maar de hele officiële hotpot maaltijd heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt. Het is een soort kokende soep die iedereen in een gat van zijn tafel heeft, waar je dan allemaal eten en ook vlees in kan gooien. En het dus zelf de hele tijd een beetje kan koken. Echt mega lekker en ook super veel. Het is ook super gezellig om te doen, want je bent de hele tijd een beetje altijd wat dingetjes aan toevoegen waar je zin in hebt. Je bent een beetje bezig. En onderweg naar de volgende bestemming gingen we nog eventjes langs een kindertempel om even te bidden voor geld. Child God. Ja, ik is het yes. God itself is a kid, and if your kid has some kind of problem, you can bring your kids to the God and to which for the gifts for your kids. Yeah. Allereerst dacht ik dat het een soort kindergod was, een kind die dan God was, maar het was volgens mij uiteindelijk meer te doen om je gebeden voor kinderen te laten verhoren. Maar je kon je dus ook vragen om geld of om gezondheid en liefde en dat soort dingen. Sorry. Dit is een heel gaaf marktje waar we zo meteen gaan kijken. Maar ik zag ook dit. Een paar bloemen. Die zijn heel tof. Maar als je dan nog verderop kijkt, dan zie je een of ander monster. Wat is dat? Ja, like a monster store. Dat is like a chili store. It is spicy chili. Spicy chili? Yeah, and made with cookies and ice cream together. Zo meteen gaan we naar een soort hotspringachtig vijvertje met van die vissen die dan aan je tenen gaan knagen en zo. En eerst wil ik daarom eventjes wat tissues halen bij de 7-Eleven. Zodat ik goed mijn voeten daarna ook weer droog kan maken. Ja,
Maar dit is wel heel cool aan Yaoxi. Hier zie je hoe ze dus voor die toeristen van alles hebben gemaakt. Hele gave grote bloemen en zo. Everybody thinks it's so normal. Yeah, but you said that as a local, I don't come here very often actually. Why is this so normal for everyone? I don't know. Kijk, iedereen kijkt gewoon voor zich uit alsof er niks aan de hand is, maar het kietelde echt heel erg. Het voelde echt super weird. Ik voelde me net een klein meisje dat ik zo steeds aan het giechelen was, maar ik kon er niks aan doen. Oh, this tickles so. You see, not many people in this pool. Maybe that's why this one is the most tickle one. This is so weird. Yeah, we should try another one, maybe. Let's try this one. Nee, het is echt heel raar. Het lijkt alsof ik overdrijf, maar het is echt net alsof of duizend mensen allemaal zo aan het kietelen zijn of zo. Aan mijn voeten. Echt heel, heel moeilijk om aan te wennen. Misschien vinden jullie dat ik me aanstel, maar dat voelt echt zo raar. Het voelt zo weird, dit. Zo veel, zo many. Zo many. Too many. Yeah, yeah, yeah. I think this one's better. Less tickle and more comfortable. Oh, yeah. Yeah. Smaller. Like too much. Imagine how those big ones over there are. Die zijn heel groot. Deze zijn nog groter, die eet die hele teenhaas. Het is wel een heel verschil of je van die kleine visjes of grote visjes hebt. Dit formaat was volgens mij wel wat gebruikelijker van die kleine goudvisjes. En het was ook wel veel makkelijker om mee te dealen. More gentle. You're still laughing though. Local, I don't come to this place actually. I'm a local for business and I'm part of my life. Yeah. And then it's normal, right? Yeah. Too cute. These are very cute. Ja, dit voelt nogal een beetje normaler. Want dat zijn wat kleinere visjes, hè? Anders, bij die andere is het echt heel raar. Voelt heel raar. Daar staat dat je niet langer dan 5 minuten je voeten bij deze vissen moet houden. Want anders dan gaat het zeer doen. En ze zeggen ook dat dit voelt als een soort elektrische schokjes. Dus laat me lekker komen. Even ervaren hoe deze zijn. Hier zie je gewoon maar. Should we go to another one? Ja. Dit is echt een moment van de waarheid, want deze mag je voeten niet langer dan 2 minuten inhouden. En dit zijn de allergrootste. Dus ja, dan moeten we dit ook eruit. Dus try this one as well, hè? You go first. Nee, no, you go first. I don't know! Oh my god! It's so big! It's 10 seconds. They're biting. Relax. Feel like massage. Don't be scared. He's tough. Just have fun, you know? Don't be scared. Ik ben niet zo tough als die dude. You just feel like itching. Yeah. Oh, it's so good. This is the most one. Oh, so I really feel like a pusher towards this guy. Ik ben een beetje bang voor die. Die jaagt de hele tijd die andere allemaal weg. Maar dan gaat hij toch niet eten. Maar ik ben een beetje bang voor die. Want het is best wel deze koei echt wel.
Kijk, deze ook. Dus de hele tijd aan mijn hiel bijten. Kijk eens. Goed raar. Ik ben nu wel met je. Auw, oh, ja, ja, ja. Zag je dat? Je ziet het? It didn't really hurt, but he was really going for it. Yeah. And that was the part that... That's so the side... they go to this part, right? Yeah, yeah, yeah. En er staat daar op het bordje dat als ze dan hier... moet je niet bijten, want dan is je huid dunner of zo. Dan is je huid dunner of zo, maar dat deed hij wel. Maar doe niet eens zozeer. It doesn't really hurt that much, but this is... There's not quite a change. How can that be so cold? How can they remain so calm? But also, if you look at it, it's like as if they want to eat your whole toe, you know? 2 minutes, 2 minutes challenges. Do you see the biggest one? He's still, like waiting over there. Oh, the one, yeah. He's waiting. Soon it will be my turn. Yeah. I don't know. Oh, they're kissing with each other. See? But sometimes he has my whole toe like this, you know? Like, yeah. Oh my you know, god. His whole mouth around my Oh my god. Now oh you god. Now your turn, right? Mm? It's like a massage. Like a massage. It's coming to you, it's coming to you. The biggest one. That one is scary. Oh. Oh, no, no, no. Is it the big one? Het was heel gezellig vanavond. En ik ben weer terug in Toorchen. Ik zie ineens dit. Mooie varen, hè? Het is gaaf, zeg. Zo heb je ze niet in Nederland, hoor. Met helemaal zo'n stam. Er zit eigenlijk net een palmboom, hè? Maar heel bijzonder, hoor. Die planten hier allemaal en zo. Het is echt supergezellig. Heel leuk, een leuke dag gehad. Maar die visjes, dat was wel weird, zeg. Ik ben benieuwd of dat nou gezond is of niet. Ik ben verliefd geworden. Nog niet op een date, dat zou een beetje te snel zijn. Hoewel het wel een hele leuke dame is. Maar ik ben verliefd geworden op het land Taiwan. Nu na 2 weken hier te zijn, ja, zie ik echt alleen maar mooie kanten. Maar dat is misschien ook een beetje de honeymoon phase. In het begin zie je alleen maar de mooie kanten en uiteindelijk kan dat wel veranderen. Maar goed, ik besluit hier op dit moment gewoon lekker van te genieten. Nog even een boodschap voor iedereen die verlichtingprent wel heel mooi vindt. Ik ga de prijzen omhoog doen. Ze zijn eigenlijk wat te goedkoop, kom ik achter. Maar mijn webdesigner die is nu op reis en die heeft geen internet, dus... Het duurt sowieso nog een paar dagen, dus, maar dat is ook prima. Dus ik ga deze komende paar dagen, is het nog dezelfde prijs als nu. Maar ze gaan dus wel in prijs omhoog. En als hij me kan helpen om dat in de webshop dus te veranderen, dan gaat het toch wel aardig wat omhoog, die prijzen. Ja, soms kom ik er gewoon achter, eigenlijk is het wat te goedkoop. Eigenlijk moet ik de prijs ietsje omhoog doen om genoeg winst te draaien, zeg maar. Ik ben natuurlijk gewoon een business, hè. Naast de kunstenaar ben. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Dan zie ik jullie morgen weer.